De heer Timmermans. Ja, voorzitter, even een opmerking vooraf naar aanleiding van de filipica van de heer Wilders over vrijheid. 20 jaar lang is zijn begrip van vrijheid geweest. Wij kunnen alleen maar vrij zijn als ik de vrijheid van 1 miljoen Nederlanders beknot. Dat was zijn beeld van de vrijheid. Want hij gunde 1 miljoen Nederlanders niet hun godsdienstvrijheid. Hij wilde ze niet hun gebedshuizen laten bouwen. Hij wilde ze niet hun heilige boeken laten hebben. Dus kom mij niet aan met dit verwrongen beeld van vrijheid. Het klopt gewoon niet. Dat is een vrijheid voor een deel van de bevolking op basis van onvrijheid voor een ander deel van de bevolking. Zo is Nederland niet gebouwd. In Nederland is door de eeuwen heen altijd vrijheid geweest voor verschillende godsdiensten, verschillende opvattingen. En laten we dat in hemelsnaam zo houden. Voorzitter, misschien mogen we terug naar de informatie. Op 10 januari is duidelijk dat van de 4 partijen aan tafel er 2 niet in het kabinet plaats willen nemen. NSC en VVD. Er staat nergens in de opdracht van de informateur dat er niet over de vorm gepraat mag worden. De vorm was niet onderdeel van de opdracht, maar als die vorm niet mogelijk is aan het begin van het proces en Nederland zit zo te wachten op oplossingen voor alle problemen, waarom ga je dan, als je op 10 januari weet dat 2 van de partijen eigenlijk niet van plan zijn om in een kabinet plaats te nemen, waarom ga je dan nog een maand, ruim een maand lang rondjes draaien, terwijl je weet dat de uitkomst zal zijn dat de opdracht van de informateur niet uitgevoerd kan worden? En gelukkig zegt de heer Wilders zelf ook, we hebben daarin gefaald. Waarom ga je dan nog een maand door? Ja, voorzitter, ik heb dat antwoord al 2 keer gegeven, maar ik geef het graag nog een keer aan collega Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid. Kijk, wij zaten aan die tafel, fysiek daar, die kazerne, wat was het? En toen kwam de fractie van NSC terug en die zei, oké, we hebben het aanvaard, maar om die en die reden dit niet en dat wel. Maar ze zeiden ook dat wel. En dat was de reden dat wij met elkaar dachten, nou ja, A, het is nu niet aan de orde, want ik dacht ook, ik wil nog steeds het liefst een meerderheidskabinet bijvoorbeeld. Maar dat is niet wat in fase 1 besproken mocht worden. Maar in de tweede ronde, u zegt wel, ja, er stond niet dat het niet mocht, maar dat het niet de opdracht was. Maar toch, dat is een beetje flauw, want je houdt je aan die opdracht. Er stond ook niet in dat we met elkaar konden gaan tennissen de hele dag. Dat hadden we ook kunnen doen, maar dat is toch niet, als het er niet in staat, betekent het dat je dat eigenlijk gewoon niet moet doen. We moeten ons houden aan de opdracht van de Kamer. En die zei dat het pas in fase 2 over de inhoud zou gaan. Dus dat is, voorzitter, de reden. En wij zagen dus van elkaar van, nou, reden genoeg om door te gaan. Voor sommigen omdat ze dachten, nou ja, wat er over is het over. Maar ook voor heel veel partijen die dachten, ja, dat kan je nou wel zeggen, NSC. Wij denken daar misschien anders over. In fase 2 komen we daarop terug. Dat was de deal. Voorzitter, toch nog even iets over vrijheid, want daar begon de heer Timmermans mee. Dus ik heb ook wel even het recht om daar kort op te reageren. Kijk, u zegt vrijheid beperkt. Nee. Vrijheid geven aan een, nou ja, ik weet inmiddels niet meer wat ik moet zeggen, religie, ideologie, die het uiteindelijk tot doel heeft om de vrijheid van mensen af te pakken. Kijkt u, meneer Timmermans, naar ieder land, bijna zonder uitzondering in de wereld, waar de islam dominant is. Nergens is vrijheid. Er is een totaal gebrek aan vrijheid in zo ongeveer ieder land in de wereld waar de islam dominant is. Dus wat wij hebben gezegd is, zorg ervoor dat je Nederland daarvoor beschermt. Dat je dat niet gaat doen. En dat is de reden dat we het hebben gedaan. We hebben, ik heb een keer ooit in mijn tijd nog, ik hoop niet dat mevrouw Jessicus het erg vindt dat ik daar naar haar aan herinner. Maar ik heb ooit nog samen met Ayaan Hirsi Ali een artikel geschreven in de NRC, dat heette een liberale jihad. En we waren toen nog allebei VVD'ers. Inmiddels zijn we dat, zoals u weet, allebei niet meer. Maar daar hebben wij toen gepleit voor, ter behoud van de vrijheid, dan praat ik over 20, 25 jaar geleden, om behoud voor de vrijheid, dat het ook zo kan zijn dat je daar, misschien wel op zijn tijd vrijheden voor in moet leveren, om die vrijheid te behouden. Dus nogmaals, niet uit afkeer of haat, maar omdat je bang bent dat je de vrijheden kwijtraakt uit ervaring voor de landen waar dat al is gebeurd. Dat je zegt van, nou, zover moeten wij niet komen. Dat was een nobel streven en een nobel doen. Dat is geen filipica, dat is een
inherente, intrinsieke overtuiging dat wij moeten vechten voor de vrijheid van dit land. En nu gaan we dat inderdaad op een andere manier doen. Daar heeft u gelijk in. Maar vertel mij niet dat wij dat deden om mensen rechten af te pakken. We deden het om te zorgen dat de mensen in Nederland hun vrijheden konden behouden. En daarvoor wilde u 1 miljoen mensen rechten afpakken? Nee, ja. Het mooie is nou juist dat het feit dat moslims in Nederland hun religie gewoon in alle vrijheid kunnen beleven, een wereldwijde uitstraling heeft. En dat is een uitstraling die Nederland al vele eeuwen heeft. En ik wil dat wij met z'n allen voorkomen dat u Nederland die uitstraling ontneemt en van Nederland een intolerant land maakt. Dat mag ons niet overkomen. Maar terug naar de informatie. Mijn punt is, als u op 10 januari de juiste conclusie had getrokken, dan had u niet voortdurend uw collega's tegen de schenen hoeven schoppen via Twitter om ze tot de orde te roepen. Dan had u ook niet de heer Omtzigt de grond in hoeven te stampen, wat u zelfs vandaag weer doet. En mijn vraag is, u wil overduidelijk regeren, want u bent bereid een hele hoop van uw opvattingen, ja, u noemt het de ijskast, of te laten zitten voorlopig. Maar mijn vraag is, kan u wel regeren? U kunt u zichzelf niet beheersen. U kunt alleen maar met de vinger naar anderen wijzen. U kijkt niet naar uzelf. En als u de ambitie heeft dit hele land te vertegenwoordigen, dan denken nu allerlei mensen, nou, als ik eens een keer iets zeg wat hem niet bevalt, word ik ook de grond ingestampt. Zo kun je een land niet leiden, meneer Wilders. Verander dat, want anders zult u niet erin slagen om mensen aan u te binden. En in dit land van coalities moet je mensen aan je binden als je het land wil regeren. U bent in uw hele politieke carrière nog nooit in staat geweest om andersdenkenden aan u te binden. En als dat niet verandert, zult u niet in staat zijn dit land te regeren. Voorzitter, dat is allemaal niet waar. De PVV is zeer wel in staat om anderen aan ons te binden. We zaten met 4 partijen aan tafel. En nogmaals, ik denk dat niemand uw mening deelt, dat wij daar onverantwoord of bezig zijn geweest om mensen uit elkaar te spelen. Dat is niet het geval. Ik denk zelfs dat de heer Omtzigt dat zal bevestigen. Maar goed, dat moet hij maar zelf vragen. Maar ik verwacht niet dat iemand dat zal bevestigen. Misschien op de inhoud, maar niet op wat u zegt. Hoe wij daar hebben gezeten is helemaal niet het beeld. U probeert nou allemaal een beeld op te roepen van die Wilders met zijn tweets. En daar aan tafel heeft er een grote puinhoop voor gemaakt. Dat is niet het geval. Dat is echt pertinent onjuist. Wij zijn verantwoordelijk bezig geweest, dat zullen we ook blijven. En als de heer Omtzigt om zijn redenen niet was opgestapt, dan waren we er uitgekomen. Dan hadden we hier nog gestaan en dat zo'n stukje gescheeld. En dan waren we er uitgekomen, dan hadden we er nou gestaan en dan waren we naar de volgende ronde gegaan. En dan had u dat verhaal niet kunnen houden. En dat verschil, voorzitter, tussen lukken en mislukken was een paar dagen voor de deadline. En dat had gewoon kunnen lukken. Toch nog even. Dit is een soort karambolspel hier. Nog even toch terug op wat de heer Timmermans nog zei over in het begin van zijn verhaal. Over rechten afpakken. Voorzitter, dat heb ik niet gedaan. En ik kan me ook herinneren dat diezelfde 20, 25 jaar geleden Ayaan Hirsi Ali en ik hier allebei rondliepen met een klein blauw boekje van. Ik weet zeker dat de heer Timmermans, belezen als hij is, hem kent. Van Karl Popper, een Joodse filosoof. En wij waren er toen helemaal van in de ban. En in een van de stellingen van zijn boeken stond dat je de liberale samenleving, dat je die beschermt door te stoppen met tolerant te zijn tegen intoleranten. Dat je moet leren intolerant te zijn, was de stelling van Karl Popper. Nogmaals, Een Joodse filosoof uit Oostenrijk, als ik me goed kan herinneren, die zei, zorgen ervoor dat je tolerant bent tegen intoleranten, zorgt dat je je liberale samenleving kwijtraakt. Dus heb je personen of ideeën of wat dan ook die intolerant zijn, dan moet jij om die vrijheid te houden je daar ook intolerant tegen gedragen. Wij moeten tolerant zijn tegen iedereen en alles die tolerant tegen ons zijn. Dat is een prachtige samenleving waar ik in wil wonen. Samen met elkaar tolerant tegen mensen die ook tolerant tegen ons zijn. Maar we moeten ophouden, dat hebben we veel te lang gedaan in dit land, tot op de dag van vandaag, om ook tolerant te zijn tegen de mensen die intolerant zijn tegen ons. Wel nu, wat was de les van Popper, die Ayaan Hirsi Ali en ik eigenlijk, en ik in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken, vanaf die dag hebben toegepast. Laten wij intolerant zijn tegen die intoleranten, om de liberale samenleving onze vrijheid
overeind te houden. Dat is wat we moeten doen. Ja, en daarmee heeft u, van intolerantie uw handelsmerk gemaakt. Ik ben benieuwd of u daar ooit nog van afkomt. En u heeft 1 miljoen mensen die u niets misdaan hebben, die geen enkele bedreiging vormen voor onze democratische rechtsstaat, weggezet en bent u bereid geweest hun rechten af te nemen. Ik vind dat een bewijs van het feit dat wij met z'n allen niet mogen zwijgen als u intolerante maatregelen wil nemen. Maar voorzitter, ik zie uw handgebaar. Ik zal afsluiten. Sorry, mijn handgebaar bedoelde. Het was van de voorzitter. Mijn handgebaar, denk ik. Okay. Ja, ik spreek via de voorzitter. Voorzitter. Wat ziet u? Het is heel duidelijk. Je hebt als grootste fractie in deze Kamer altijd bij een informatie en een formatie een hele grote verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid betekent dat je ook het proces heel moet houden. En die verantwoordelijkheid vul je niet in door alleen maar naar iemand anders te wijzen, die overal de schuld van te geven en net te doen alsof je zelf lelieblank bent dat nooit iets verkeerds hebt gedaan. Het is veel beter geweest als u die kritiek tegen de heer Omtzigt bij u had gehouden, niet publiek had gemaakt, zodat u het proces nog heel zou houden. U heeft zelf dit proces kapot gemaakt. Daar bent u als voorzitter van de grootste fractie verantwoordelijk voor. Sta voor die verantwoordelijkheid. Spreek een mea culpa uit. Dan heeft u de kans dat u misschien nog iets van deze puinhoop kan redden. Voorzitter, dit is echt een totale... Even het magere applaus afwachten. Dit is echt een totale godspe. Het is een totale godspe. En voorzitter, ja, mijn handen zijn nu een beetje gebonden omdat ik niet wil en mag en ook echt niet ga doen, ga praten over wat er allemaal is gebeurd. Want nogmaals, Pasaldo, vond ik dat het een goede sfeer was. Maar ik hou wel staande dat als u het heeft over lekken en dat soort dingen, dat wij wel ongeveer helemaal onderaan die lijst staan van partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Wat is nou slecht geweest voor de sfeer? Als partijen inderdaad dagelijks bijna vele momenten van dat middel gebruik maken. Hè. U kunt mij kritiek hebben op mijn tweetjes, maar ik heb in ieder geval nog eerlijk en open gedaan. U wil niet weten dat er ook andere partijen andere dingen hebben gedaan. Daar hoort mijn partij niet of nauwelijks bij, als ik me nog heel voorzichtig uitdruk. Dus ook dat beeld klopt gewoon niet. Het beeld klopt niet. Nee, dat beeld klopt gewoon niet. Ja, natuurlijk praat je wel eens met een journalist, maar dingen laten lekken of ook in kranten vol praten, proppen met dingen, dan moet u toch echt bij andere partijen zijn dan de mijne. Dat is het beeld dat wij dat op een onverantwoorde wijze hebben gedaan. Het tegendeel is het geval. Ik denk dat de PVV bij uitstek een partij is geweest, en dan vergelijk ik me niet met andere partijen, die zich zeer professioneel hebben opgesteld. Voorzitter, het stond later in mijn tekst, maar het is zelfs zo geweest dat ik las in de Volkskrant, en ja, normaal denk ik van jeetje, wat zeggen ze nou over mij, maar nu is het dan misschien een voordeel, dat de Volkskrant schreef dat ze van mijn onderhandelingspartners hadden gehoord dat Wilders zelfs verbindend bezig was geweest aan tafel. Dus de Volkskrant die schrijft dat, niet mijn grootste vrienden, de Volkskrant die schrijft dat andere partijen hebben gezegd dat ik verbindend bezig ben geweest. Nu weer met de Timmermans. Voorzitter, om het in de taalgebruik van de heer Wilders te gieten. Kort. Ik heb in 20 jaar tijd Wilders nog nooit zo huilie zien staan doen hier. Is de Volkskrant. Is de Volkskrant die dat schrijft. Ik schrijf dat niet. De Volkskrant zegt dat ze hebben gehoord dat de PVV niet alleen professioneel, maar ook verbindend bezig is geweest. Dat is ongeveer het tegenovergestelde van wat u er allemaal het afgelopen uur mij voor de voeten heeft geworpen. Moet niet gekker worden, maar dadelijk ga ik de Volkskrant nog lezen ook, voorzitter. Veel gekker moet het niet worden, nee.